Dit is de Venevelaar. Dus kan je zo'n lekkere douche. Hop, hop, hop. Veilig werken. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik was vroeger als kind zijn al een aap, klimmen ik al bomen tegen gebouwen aan. Dus geen hoogtevrees of wat dan ook. Voor mij geen enkel probleem. Even kijken, naast een bakje, tandenborst toe. En dan ga ik gewoon meestal rustig zitten. Hoppatee. Ik heb die sproeiertjes uit elkaar gehaald om van de kalk te ontdoen. Ja, een keer mijn tandenborst, dan kan ik er niet in komen. En deze kan ik helemaal gelukkig doorheen houden. En ze doen het mooi. Ik hoef me eigenlijk hier niet in te vervelen, dat niet. Ik kan niet van stilzitten. Ik heb altijd willen werken, sowieso, nooit opgegeven. Want op het kauwgom verbreken, dan productiewerk, dan weer chocola inpakken, kerstpakketten inpakken. Bij mij was het altijd al alleen maar tijdelijk. Ze kunnen je wel gebruiken, maar vanwege dat ik hartpatiënt ben en ik moest heel vaak naar de trombosedienst, kost hun tijd en geld. Dus ik heb echt moeten vechten voor mijn eigen bestaan. Collega's die ik dan heb, ja, dat is gewoon mijn familie geworden. 10 voor 10, ja, dan ga ik meestal naar boven. Dan ga ik gewoon thee zetten. Dan kunnen mensen gewoon thee pakken. Dat is allemaal voor de studenten die allemaal een eigen project hebben. Dus dan heb ik dan dit allemaal zo gedaan. Het hoeft gelukkig niet allemaal in één dag af. Gelukkig niet. Het is niet mijn project, laat maar zeggen. Het is voor iemand anders. Ja. Dan moet je toch een beetje met beleid werken. Maar dat is met alles met wat ik doe. Laat maar zeggen. Ik stop er zoveel energie in, ook qua gevoel, dat het toch iets voor mijn eigen is. Terwijl het niet is. En dat is ook wel weer mooi als je dat weer terug kan zien. En hoe het allemaal groeit en bloeit. Dat vind ik wel iets magisch. Het energieniveau voor mij is af en toe een laag pitje. Daar baal ik zelf ook wel van. Dat is gewoon een gevecht als hartpatiënt zijn. Het weer speelt een heel grote invloed op mijn hele leven al. Maar ik heb gewoon energie van de zon nodig. Daarom ben ik blij dat ik dan ook hier werk, in deze kas. Ik heb de luchtvochtigheid. Nou, die lampen, ik voel enigszins wel iets. Dus daarom ben ik altijd blij als ik op het werk ben.